YouTube toets. Like deze video sneller dan dat ik blauw ben voor een 10. Nice. En over blauw gesproken, dit is blauw. Ik dacht even dat het niet werkte. De grote vraag, wat is blauw? Om daarachter te komen, moeten we eigenlijk weten wat erin zit. En oh ja, deze video kan spannend zijn. Als het namelijk een kostuum is, zit er een mens in. Als het een mens is, zit er een skelet in. Maar als het een monster is, dan wil ik niet eens weten wat erin zit. Ik ben al eerder in deze game geweest. En toen kocht ik Blue speelgoed. Blue heeft Blue gekocht. Dat is raar. Maar deze keer ga ik naar buiten toe. Oh my gosh. Om mee te beginnen. Dit is hoe Blue eet. Wacht eens even. Wat is dat? Dat lijken wel menselijke tanden. Oké, laten we deze kant op gaan. Hier hebben we Blue. Zoals we hem kennen. En zoals we hem zijn. Maar vanuit hier kunnen we ook niet zien wat erin zit. Misschien hier ook niet. Oh my gosh. Dat is een menselijke hand. Dat is een menselijke mond. Maar wacht. Wil dat zeggen dat dit echt een kostuum is? Dat Blue gewoon een verkleed mens is? Ik bedoel, waarschijnlijk is dit gemaakt door een fan. Maar er zijn wel een hoop mensen die dit denken. Wat is dat? Ziet eruit als een feestje. Ik heb trouwens een doos. Alleen ik pas er niet in. We hebben hier wederom Blue. Maar we hebben ook rood. Zo zien we hem in het spel. Maar wat is dit? Rood staat er onbekend dat hij de Rainbow Friends heeft gemaakt. En als hij dat kan... Oh, ik kan niet echt inzoomen, want dan zie ik alleen maar mijn buik. Maar dan kan hij waarschijnlijk zichzelf ook wel een beetje upgraden. Gaan we dit zien in chapter 2? Dan hebben we hier oranje. Oké, niets vreemds aan. Wacht even. Ik kan me voorstellen dat Blue een mens is. Hij heeft namelijk een soort van menselijk postuur. Maar oranje kan onmogelijk een mens zijn. Hier past toch niemand in? Oké, dat is voor de volgende keer. Geel. Oh gosh. Geel en roze zijn de twee kleuren waarvan mensen denken dat we die in chapter 2 gaan zien. Dan hebben we groen, blauw. Oeh. En dan hebben we paars. Deze paars is anders dan ik hem in de game had verwacht. En hier hebben we roze. Dat is waar ook. Veel mensen denken dat roze het vriendinnetje gaat zijn van Blue. En dat doet mij denken aan Kissy Missy, die het vriendinnetje is van Huggy Wuggy. Weet je, er zijn gewoon veel overeenkomsten. Maar er is een schilderij gevonden waarbij blauw samen met roze staat. En het lijkt inderdaad te kloppen. Nou, dan hebben we hier paars. En dan hebben we hier het hoofd van ro... Wat zie ik daar in de verte? Elke keer als ik denk dat ik alles in deze map heb gevonden, is er nog meer. Oh my gosh. Rainbow Friends. Dat is een rainbow monster. Ik bedoel, het ziet eruit als groen. Alleen het heeft letterlijk alle kleuren van de regenboog. Wat is dit? Luister, daar ga ik niet naar beneden. Jawel, ik doe het wel, want ik wil weten wat er... Ik kan niet naar beneden. Ah, wacht. Waarschijnlijk... Oh, jawel. Werkt het? Oh, jawel, het werkt. Nou, waar ben ik? Wat was dit goed? Oh, oh my gosh, dude. Ik dacht even dat het niet mocht, omdat ik blauw ben en blauw... Oh my gosh. Is dat het monster wat we in chapter 2 gaan zien? Dit spel beschrijft zichzelf namelijk wel als chapter 2. Kijk dan. Het is letterlijk blauw, maar dan niet blauw. Het is letterlijk blauw, maar dan niet blauw. Met een soort van regenboog, ogen, slime en kroon. Dat is zo creepy. Maar misschien wil hij gewoon een knuffel. Oh, het ziet er naar uit dat hij geen knuffel wil. Maar dat hij mijn lievertje wil inmaken. Ja, dat is... Okay. Wat zie ik hier? Een soort van studio met camerastatieven. En dan een medewerker die Blue fotografeert. Ik begin steeds meer te denken dat het een mens is. Maar dat hij doet alsof het een monster is. Is dit een kostuum? Ik wil nog één keer dat doolhof in. Want volgens mij is er meer te vinden. 3, 2, 1. Het is raar. Waarom kan ik er maar op één manier invallen? Oké, we zijn in het doolhof. We zijn op zoek naar een badge. Als we namelijk de regenboog badge kunnen vinden. Dan kunnen we onszelf, als het goed is, veranderen in dat ding daar. Sorry, ik weet je naam niet. Dus ik noem je gewoon even dat ding. Gaan we naar links of gaan we naar rechts? Laten we naar... Nou, rechts kan niet, dus dan gaan we naar links. En volgens mij kan links ook niet. Oh, jawel. Het gaat hier namelijk naar rechts. En ik vind Dolhoven altijd zo eng. Je weet nooit waar het uitkomt. Oké, wat hebben we daar? Oh, yes. 5, 4. Ik ga niet aftellen. Weet je wat? 2, 1. Let's go. Hebben we de badge? We hebben de badge. En oh ja, nu pas ik tenminste wel in de doos. Eindelijk. 3, 2, 1... Oh, snap. Oké, dat is echt heel gaaf. Ik wil mezelf eerst veranderen in deze dude. Oh my gosh. Dat is zo cool. Als we deze in chapter 2 gaan zien, dan plas ik weer in mijn broek. Maar dan ben ik er trots op. Kan ik mezelf nu ook in deze veranderen? Oh nee, wacht. 3, 2, 1. Let's go. Deze is zo gaaf. Eigenlijk moet er wel een regenboogmonster komen. Maar dan letterlijk gemaakt van een regenboog. Als jullie deze een cijfer mogen geven. Van 1 tot 10. Wat geef je hem dan? Maar over chapter 2 gesproken. Ik ben hier in een testmap. Een map waar iemand... Ja, test. Dingen uitprobeert. En sommige mensen beweren dat dit de testmap is van Rainbow Friends.
En dat zou dus betekenen, oh my gosh, dat we hier een aantal karakters krijgen te zien die nu nog uitgetest worden. Zodat ze misschien later wel deel kunnen uitmaken van chapter 2. Dit is de regenboog eindbaas. Hij verandert van kleur, oké. Dit is een blauwe slang. Ja, deze vind ik een beetje meh. Oeh, wat is dit? En dan hebben we hier dus roze. Ik vind het leuk, maar ik vond het toch leuker om blauw en roze te hebben in plaats van dat blauw verandert in roze. Een van de dingen die super belangrijk is in Rainbow Friends is de doos. Ik heb het net ook al laten zien. Je gebruikt hem namelijk om jezelf in te verstoppen. Nee, nee, niet om jezelf te versturen. Dan heb je postzegels nodig. Maar in Rainbow Friends zijn er een aantal geheime dozen. En die wil ik gaan checken. Eigenlijk zou ik nu de schoolbus in moeten om naar de Rainbow Friends te gaan. Maar wat ik dus wil laten zien, kijk, dit is de doos die je normaal gesproken hebt. Maar hier hebben we een aantal dozen die we kunnen halen. Laten we beginnen met de ijsdoos. Dus als ik nu mijn doos erbij pak... Oh, dat is zo cool. De groene doos, oké. Die is gaaf. Ik bedoel, het is dezelfde doos die we eerst hadden, alleen dan in het groen. Wacht, de maan? Ik weet je, we gaan een random item unlocken. Dat kan van alles zijn. En deze dozen gebruiken we dus in Rainbow Friends. Oeh, we hebben de rivier. En hoe ziet die eruit dan? Ah, oh, dat is best gaaf. Maar we zoeken natuurlijk naar een legendary. En de zeldzaamste is de maan. Come on. Ik ben wel benieuwd of de Rainbow Friends je dan ook minder makkelijk vinden als je deze nieuwe dozen gebruikt. Misschien moet ik gewoon mijn ogen dicht doen en als ik ze dan open doe, ben ik super blij omdat we de maan hebben. Maar dat is niet de maan. Maar dit kan wel handig zijn. Dit is namelijk camouflage. En ik weet toevallig dat er in de Rainbow Friends map best wel wat groene dingen zitten. Dus hiermee kunnen we onszelf dan makkelijker verstoppen. Eigenlijk wil ik niet stoppen totdat ik de maan heb, maar de kans is maar 5% dat je die krijgt. Dus, oh snap. 3, 2, 1. Oeh, het zou best wel grappig zijn als de Rainbow Friends nu gewoon voor ons wegrennen als we in deze doos zitten. Ik moet rekening gaan houden met mijn gems. Die zijn bijna op, maar... Come on. Oeh, we hebben een rare. Deze doos is van metaal. Oh, dat ziet er zo gaaf uit. Dus als Blue dan op ons gaat zitten met zijn blauwe bil, dan is er niks aan de hand. Gaan we de maan kunnen krijgen? Dit is een van onze laatste kansen en dan zijn mijn gems op. We hebben... Oh, dat is zo pijnlijk. Dit is de laatste doos die ik kan openen van de maan. Dus als het nu niet lukt, dan moet ik gewoon huilen in een hoekje. Oh, maar die vind ik misschien nog wel epischer dan de maan. We hebben een regenboogdoos. Wat kunnen we hieruit krijgen? Dit was een best wel dure kist, maar... Oh, er is een legendary drakenkist. Oh my gosh, we hebben de engste doos van allemaal. Ik hoop eigenlijk dat we de glitchdoos krijgen. Dat is diegene met paars... Oeh, die is gaaf. Het hoeft niet per se een zeldzame te zijn, maar deze is echt super mooi. Moet ik de volgende keer Rainbow Friends spelen en dan elke keer een andere doos gebruiken? Want ik ben vooral benieuwd of de verschillende dozen ook een ander effect hebben op de Rainbow Friends. Ik dacht even dat we de legendary kregen. Maar deze is best wel gaaf. Dit is de laatste die ik open en dan gaan we de dozen uittesten in het spel. En we krijgen... Yes! Dit is precies degene die ik wou. De glitchdoos. Maar ik wil vooral even mijn nieuwe dozen checken. Laten we wel gewoon even een aantal blokken meenemen. Ik bedoel, dat hoort nou eenmaal bij het spel. Maar wanneer Blue ons ziet, en dat is nu... 3, 2, 1... Oh, snap. Dat ziet er zo gaaf uit. Maar wacht, ik wil nu natuurlijk mijn favoriete doos proberen. Dus hij zit achter me aan. Ik ga hier achter staan. 3, 2, 1... Oh, snap. Hij ziet me niet. Abonneer voor meer en adios.